Sla een andere toon aan. Nee, sla een andere toon aan. C'est le ton qui fait la musique. Maar voor sommige oppositiepartijen is de toon altijd boos en fel en heel stellig. Dat kan heel goed zijn om de verschillen duidelijk te maken. En als je zeker weet, ik kan toch geen andere partijen meer overtuigen. Maar het is heel onhandig als je de ander wel wil verleiden mee te gaan. Bijvoorbeeld bij een motie of een amendement. Dus ik zeg daarom, sla een andere toon aan. Ik zeg wel eens, het is te vergelijken met je verhaal heel hard in iemands gezicht te duwen. Dat werkt niet. Beter is het om de ander te verleiden met je verhaal mee te gaan. Door verschillende dingen te zeggen waarop de ander zegt, ja dat is waar, ja dat klopt, ja dat ben ik met je eens. Dus niet, het is een schande wat hier gebeurt, dit kan niet, het is echt veel en veel te duur. Maar ik hoop dat jullie zien dat met het voorstel dat wij doen, het uiteindelijk veel goedkoper wordt en het beleid even effectief is. Kortom, sla vaker een andere toon aan. Garanties krijg je niet, maar de kans op succes wordt wel veel groter.